welkom bij een nieuwe. Vandaag staan we bij Aquapiek en hebben we een interview met Karel Thieme. Ik ben zeer benieuwd wat hij ons allemaal gaat vertellen en of we er wijzer van worden en dat al onze vragen beantwoorden. Veel kijkplezier. Mooi. Begin gewoon opnieuw. Mooi, een gastenboek. Zo voelt het ook. Ik ben hier te gast en word gastvrij ontvangen. Zo voelt Aquapiek ook. Het gaat niet alleen om een mooi product. Het is de complete ervaring en beleving. Schoon water, schone mensen, op weg naar een mooiere, schonere, heldere wereld. Prachtig. Ik had het zelf niet mooier kunnen bedenken, toch? En daarna heeft hij het filmpje gemaakt. Oké. Okay. Niet andersom, dus dat vind ik zo mooi ervan. Dus kortom, net als dat schilderij me zeg maar inspireert om toch vooral door te blijven gaan. De verhalen die hierin staan zijn eigenlijk ook allemaal van die, noem het schouderklopjes misschien, hoe je het wil zien. Maar in ieder geval bevestigingen van we zijn blij met je. Weet je? Motiveert wel. Het motiveert, ga door. Dus, en dat, ik denk dat het ook noodzakelijk is vanwege die weerstand die er ook is. Of onbegrip, of hoe je het wil noemen. Mensen zijn soms ik zou eens willen zeggen, doof of hard of staan niet open ervoor. Als je bijvoorbeeld die plaat daar ziet, die in het magazijn. Daar staan mijn twee broers, hè. Dus rechts staat Hans en links staat Fred. Ik ben een nakomertje, zoals dat heet. Hè. Dus mijn broers zijn 9 en 10 jaar ouder en dan heb ik nog een zus van 4,5 jaar ouder. In 1981 ontdek ik hoe mooi zuiver water is. Wat ga je doen? Ga je je familie vertellen, toch? Ja. Het duurde 7 jaar en toen ging mijn ene oudste broer Fred om en die koos voor omgekeerde osmoseapparatuur. Daarna duurde het ongeveer 30 jaar, tot een jaar of 4, 5 geleden. En toen belde mijn oudste broer Hans op. Karel met Hans. Hey Hans, hallo. Hij zei, ik ben nu gepensioneerd en zo. En ben toch een beetje op mijn gezondheid ook aan het letten. Maar nu zijn we bezig met een nieuwe keuken. Bij mij gaan alle toeters en bellen van binnen af. Ik denk, dit gaat de goede kant op. Maar ik blijf rustig. Ja, wat leuk Hans, vertel. Hij zegt ja. En nou zijn we toch wel aan het nadenken over zo'n zuiver waterkraantje. Het hoge woord kwam eruit. Ik stond het punt op te juichen, zeg maar. Maar blijf rustig. Nou, interessant Hans, leuk, super. Zal ik je wat informatie sturen? Ja, is goed. Dus ik stuur hem informatie en inderdaad, hij schaft een Aquapiek aan en hij is er helemaal blij mee. Hij is notabene vroeger kok geweest, later in de ICT terechtgekomen, maar hij heeft dus best wel feeling met eten en drinken. Er gaat een jaar voorbij. Hans belt weer op. Hans zegt, ik heb nou een jaar dat zuivere water, maar ik heb een camper. En dan wil ik dat water ook graag in de camper. Kan dat? Ja, dat is wel een wat andere situatie. Moeten we een technische oplossing voor bedenken. Maar dat zal ik aan mijn technische compagnon vragen. En die heeft een Aquapiek Mobile bedacht voor de camper. En zodoende kreeg Hans als eerste in de wereld een camper. Althans, die had hij natuurlijk al. Maar daarin zuiver water. En dan moet je het volgende voorstellen. Dan staat hij dus ergens op een camping met zijn camper. En dan heb je zo'n asfaltpad en dan lopen allemaal mensen langs en die lopen te sjouwen met flessen wateren. Dan staat hij een beetje zo te chillen, zo bij zijn deur van die camper. En als die mensen dan net voorbij zijn, dan zegt hij ineens van, dat heb ik helemaal niet nodig. Dus die mensen die kijken om van, had u het tegen mij? Ja, sorry hoor dat ik me ermee bemoei, maar ik zie u zo sjouwen met dat water, dat is helemaal niet nodig. Kortom. Het heeft zo'n 35 jaar geduurd voordat hij het zuivere water ging omarmen. Maar nu trekt hij de mensen gewoon naar binnen. Zo graag wilde hij het vertellen. Hans is nu 77 en hij werkt 1, soms 2 dagen bij mij in de week. Oké, cool. Zo gemotiveerd is hij nu. Ja. Dus dat is voor mij ook weer zo'n aanmoediging van volhouden. Vroeger of later gaat het muntje vallen.
En dan worden mensen er super blij van. Ja, want je hebt het over weerstand, want je doet dit al ruim 40 jaar. Ja, ben je mensen bewust aan het maken? Bewust aan het maken, dat is en het. Ja, wat doet dat, die weerstand met jou? Nou, die maakt me uiteindelijk sterker. Maar dat betekent niet dat het me niks doet. Gisteren was er die wedstrijd, de Skill Innovation Award, in de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. En natuurlijk ben ik dan verlangend en hoop ik dat we die prijs winnen. Uiteindelijk wonnen we die prijs niet. Dat heeft nou, denk ik, toch weer een beetje te maken met de weerstand in die zin. Mensen denken, ja, een waterfilter. Maar een aquapiek is veel meer dan een waterfilter, maar dat weten ze niet. Dus uiteindelijk laten ze dat dan toch maar weer gaan. Maar als er dan na afloop iemand van het Algemeen Dagblad bij je steentje voorbij komt, of eigenlijk tijdens het hele gebeuren daar, en die vraagt dan, die apparatuur van u, haalt die er PFAS uit? Heb ik dat goed begrepen? En als ik daar dan vol overtuiging en een eerlijke antwoord kan geven, ja, dat kan. En als hij dan vervolgens zegt van ja, als ik dat ga schrijven, dan zou het wel eens kunnen zijn dat jullie een hoop klandizie gaan krijgen. Dan heb ik toch weer de hoop. Ja. Dus weerstand is er altijd, maar de hoop is altijd sterker. Ja, mooi. En ik zeg altijd, mijn grootste rijkdom is waar ik in 1981 als theeproever, 99% van een kopje thee bestaat uit water, waar ik toen enthousiast van werd, dan ben ik dus nu, bijna 43 jaar later, ben ik nog steeds enthousiast. Dat is mijn rijkdom. Maar je bent dan ook een soort pionier, hè? Die eigenlijk de weg loopt de banen. Ik loop de weg de banen, ja. Ja. Absoluut, ja. Dat heb ik eerst gedaan met de thee. Ik wilde mensen graag van losse thee met zuiver water laten genieten. En dat is me in die zin gelukt. Goede dingen gaan in het leven, zeggen ze altijd, top-down. Nou, in 1992 kwam ik in contact met het Amstel Hotel. Die gingen heropenen na een verbouwing van 100 miljoen gulden. Stel je voor één hotel. En die zeiden, kunt u ons helpen aan een werkbaar concept op basis van hoogwaardige losse thee? En ik werkte toen bij een groothandel in thee. Dus ik kan een container met 10.000 kilo voor de deur zetten, maar dat was natuurlijk niet wat ze wilden. Maar ik ben er toch naartoe gegaan, gewapend, om het zo maar te zeggen, met een fles water. En we zitten dus samen te praten. En die food and beverage director, Thomas Schmid, die zei tegen mij, nou meneer Thieme, zegt u het maar. Ik zei, ja, zegt u het maar. Ik zeg, u heeft hier het hotel verbouwd voor 100 miljoen gulden. Misschien wilt u wel thee gaan schenken uit gouden theepotten. Of gaat het u om een geurig kopje echte thee? Hij zei, nee, ik wil echte thee. Ik zei, dan zijn we het daarover eens. Dan heeft u dat water nodig. Hij zei, ja, maar kan toch niet met allemaal flessen gaan lopen sjouwen in het hotel? Ik zei, nee, dat hoeft ook niet. Daar is een oplossing voor. We kunnen het zuivere water ook aansluiten op, hij had dan net een koeker gekocht. Toen gloedje nieuw. Hele grote. Ik zei, gaan we die aansluiten? Ja, maar in die koeker zit een filter en dit en dat. Ik zei, ja, maar ik zou toch graag een testje willen doen. Testje, wat bedoelt u? Ik had het gevoel dat hij me een beetje vervelend begon te vinden eigenlijk. Testje. Ik zei, dan gaan we twee keer thee maken. Eén keer water uit uw koeker. En één keer met het water wat ik hier heb meegenomen. Hij kijkt mij een beetje triomfantelijk aan. En zegt dan, ja, maar het hotel is nog gesloten. Ik heb hier geen waterkoker. Ik zei, daar heb ik mee gerekend. En ik zet die waterkoker op tafel. Zijn ogen vielen er bijna uit. Oh, ja, nou. Dan moet het maar. Dan zit je dus in een verkoopgesprek op het hoogste commerciële niveau wat je maar kan bedenken. En dan moet het maar. Nou, hij gaat zijn water koken. Ik kook mijn water. Er komen twee bekers op tafel. Gaat allebei een zakje salonmelange van Pickwick in. Dat is toevalligerwijs, of hoe dan ook, maar zo'n beetje de meest normale thee die je in Nederland nog kan vinden zonder smaakje. Allebei eentje in een beker. Zijn water erop. Mijn water erop. Hengel de bengel. Achter de schermen uiteraard. Hengel de bengel. Er staan twee koppen thee. En de een is kraakhelder oranje. En de ander is donker. Wat je hier een beetje ook kan zien. Hè? Helder en donker. Dus hij zit zo te kijken. Ik zal hem voor de grap even neerzetten. Dus hij zit zo te kijken. Hij kijkt mij eens aan.
Ja, er is een duidelijk verschil. Maar dat zien je ogen, dat zie je zelf ook. Dus wat doet hij? Hij pakt die beker. En hij ruikt er dus aan. Dus ja, is thee. Hij pakt die van mij. Deze geurt. Hij zegt, wat bent u aan het doen? Bent u aan het toveren? Ik zeg, nee, ik probeer u de essentie van een kopje thee uit te leggen. Ja, ja. Hij pakt zijn thee. Ja, thee. Hier zit smaak aan. Ik doe hem letterlijk na. Waar hebben we het eigenlijk over? En op dat moment kun je verhaal vertellen. Ja. Zover moet je eerst komen voordat iemand zich echt al zijn vooroordelen laat vallen. En dan kun je met elkaar in gesprek. Maar als iemand natuurlijk zijn, ja, zijn vooringenomen ideeën heeft, ja, daar is haast niet doorheen te prikken. Maar het is ook het contact er echt mee, door te proeven. Door te proeven, die zintuigelijke ervaring. Ja. Want hij had natuurlijk het idee dat hij met die koeker, waar net duizenden euro's voor een nieuw apparaat geld aan uitgegeven was en waar hij goedkeuring voor gehad had. Ja, dan is het natuurlijk heel teleurstellend als je dan moet, dat is nog niet goed genoeg. Nou ja... Vandaar zijn teleurstelling, maar op een gegeven moment zei hij van, nou meneer Thieme, ik heb het helemaal begrepen. Nu heb ik ook een vraag aan u, aan uw gang. Wilt u voor het Amstel Hotel een theeconcept ontwikkelen? Ik zeg, nou moet ik heel eerlijk zijn. Een theeconcept heb ik nog nooit ontwikkeld. Waarop de man het volgende zei, en dat heeft mijn leven wel echt veranderd, zeg maar. En wacht even. U heeft mij net uitgelegd dat 99% van een kopje thee bestaat uit het water. En daar heb je goed water voor nodig. Dat heb ik toch goed begrepen. Zuiver water. Ik zeg, ja, dat heeft u heel goed begrepen. Hij zegt, maar ik heb u verteld, dat gaan we doen. We gaan dat zuivere water gaan we invoeren. Maar dan wilt u mij toch niet gaan vertellen dat u die 1% niet voor elkaar krijgt. Van de bereiding en... Nou zit ik niet zo gauw zonder woorden, maar op dat moment was ik toch even stil. Ik zeg, nou, als u denkt dat ik dat kan, dan geven we elkaar nu een hand en dan gaan we ervoor. En dan denk ik bij mezelf, kom nou niet aan met allemaal je contracten en handtekeningen, weet ik het allemaal. Ik bied je gewoon vanuit mijn persoon met maximale inzet aan en we gaan van elkaar een hand. En dan zou je kunnen denken, nou Karel, perfect Amstel Hotel, je hebt die opdracht binnen, commercieel gezien goed gedaan. Ja, dat was op zich wel leuk. Maar we hadden het over weerstand, hè? Ja. Ik ga naar beneden, naar de kelder, waar de mensen zijn die de thee moeten bereiden. Hallo, ik ben Karel Thieme. Ik heb zojuist een opdracht gekregen om voor het Amstel Hotel een theeconcept te maken. John Legerstee. Theeconcept? Ik zeg, ja. Losse thee, zuiver water. Losse thee, zuiver water. Man, schei eens uit, die koffie is al moeilijk genoeg. Ik zei, oh. Ik krijg de indruk dat jullie thee niet zo leuk vinden. Niet leuk? Dat is wel heel zwak uitgedrukt. Ik zei, oké. Ga mij maar vertellen dan wat er dan allemaal niet leuk aan is. Want ik heb daar echt hele andere ideeën bij. En dan krijg je te horen dat het te kort of te lang getrokken is. En die theezakjes maken een rommel en dat is nooit goed. En... Ik zeg, oké. Ik heb de volgende deal. Ik ga naar huis, ik ga nadenken over oplossingen. Ik kom over 3 weken terug. We zetten de oplossing hier op deze grote werktafel. Wat niet goed is, mag je wat mij betreft van tafel afflikkeren. Ik ruim de rotzooi op. Ik zeg, maar wat goed is, laat je dan staan. Hebben wij een deal? Toen moesten ze voor de eerste keer glimlachen, CQ lachen. Dus ik naar huis en 3 weken later kom ik met 7 verschillende ideeën. En 6 ervan zijn binnen 1 minuut van tafel. Niet handig tussen ze, allerlei redenen. En uiteindelijk bleef er een
een meepalblik staan. Dat is een kunststof blik, rechthoekig van vorm. Daar had ik aan de zijkant een soort mapje opgeplakt waar een kaart in zat van welke theepot, welke inhoud, hoeveel thee, welke trektijd, dus informatie. En daarin een ergonomisch maatschepje. Er zijn al 6 dingen van tafel. Hij pakt dat blik beet. Ik vind het niet mooi. Ik zeg, ja, maar dit is puur voor achter de schermen. Puur praktisch. Oh, is dat zo? Oké. Nou, vooruit dan maar. En daarna ben ik nog 9 maanden bezig geweest. Ik moet het soms wel eens in mijn gedachten vergelijken met het maken van een kindje, zeg maar. Wat in de buik van de vrouw gebeurt. Maar 9 maanden ben ik bezig geweest op en neer naar het Amstel Hotel om af te stemmen. Wat vinden jullie leuk? Wat werkt voor jullie? Wat werkt niet? Ja, en op een gegeven moment is het dan niet alleen meer mijn kindje, maar dan is het kindje van iedereen. En toen het hotel openging, het Amstel Hotel, werd de high tea een gigantisch succes. Gigantisch. Zelfs in die mate dat ze niet 1 keer in de middag om 3 uur, maar 1 keer om 2 uur en 1 keer om 4 uur op zondagen dat moesten doen. Anders moesten mensen 3 maanden wachten. Oh, zo hé. Nou zou je denken, nou Karel, dan heb je het allemaal voor elkaar. Ja, heel mooie referentie. Maar de hoeveelheid thee die ze gebruikten was eigenlijk nog steeds maar relatief weinig natuurlijk. Want je hebt maar een klein beetje thee nodig voor een... Maar het is wel een eerste stap geweest waarbij ik van de groothandel naar de ambachtelijke theepakkerij Team is Echte Thee uiteindelijk ben overgegaan. En in die periode van 1993 tot 2008 heb ik zoveel mogelijk gastronomie, horeca, geprobeerd op het pad van het zuivere water en de echte thee te brengen. En dan denk ik, als ik dat zo hoor, jouw verhaal van de weerstand, onbekend maakt onbemind, dus dat ze het niet kennen. En daardoor denken ze, dat hoeft toch allemaal niet? Precies. En de enige manier om daar dus achter te komen dat je je vergist, is zintuigelijk. Ja. En dus wat ik, de logica is, sommige mensen, een relatief kleine groep, die gaat zich echt verdiepen in zaken. Die gaat op onderzoek uit. En die gaan kennis vergaren. En dan kan ik op basis van die behoefte heel veel kennis delen. En dat gaat mensen over het algemeen dan ook overtuigen. Ze gaan zichzelf overtuigen aan de hand van al die informatie. Maar niet iedereen heeft de tijd of neemt de moeite om dat te doen. Maar als je heel simpel zintuigelijk gaat ervaren, als jij een grote theeliefhebber bent en je ervaart plotseling, jeetje, mijn thee is veel lekkerder, of mijn koffie smaakt veel beter, of als je van bloemen houdt, je bloemen staan langer, of je planten doen het beter, dankzij zuiver water, ja, dat zijn zintuigelijke ervaringen, dan ga je makkelijker om. En in die fase zitten we nu nog, eigenlijk in fase 1 en 2. Er zijn gelukkig nog steeds meer mensen die zich gaan verdiepen. Er gaan ook steeds meer mensen, omdat ze het zuivere water hebben, dat aan anderen vertellen. En, joh, je moet mijn thee eens proeven. Nou, op die manier word je ermee geconfronteerd. En we hoeven niet 100% van de mensen te overtuigen. Maar als we in de buurt van de 20% komen, dan ontstaat een nieuw fenomeen. En dat heb ik net geleerd, dat heet FOMO, maar wat was het ook weer? Fear of missing out. De fear of missing out. En wat ik dan noem kuddegedrag. Want dan is het inderdaad van, ik weet niet wat er aan de hand is, maar volgens mij mis ik wat. Dus mijn ultieme droom op dit moment is, ik heb nog een droom erachteraan, maar op dit moment zou het fantastisch zijn als een bouwbedrijf die bij wijze van spreken 48 flats gaat bouwen. En die zegt, ik ga een meerwaarde aan die huizen geven. Ik zorg dat ze allemaal zuiver water hebben. En dan moet je je voorstellen, als daaromheen nog 5, 6 andere flats staan die dat niet hebben, dan durf ik je op een briefje te geven dat er geroezemoes komt. Wat is dat daar in die flat? Die mensen zijn allemaal hartstikke blij met het zuivere water. Waarom hebben wij dat niet? Ja. Ja, jij noemt het overtuigen, maar dan wordt het ook weer zo'n soort religie. Ik denk dat het meer bewustwording is, bewustmaken. Ja, bewustmaking. En dat het een vrije keuze is van de ander. Moet altijd blijven. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Wij geven om die reden ook vaak zuiver water bewustwordingavonden. Op dit scherm geef ik dan een presentatie. Mensen nemen hun eigen water mee, want dat is hun uitgangspunt. Dat gaan we meten met een TDS-metertje. Dat heb ik hier nu even niet liggen, maar een soort thermometertje waarmee je de zuiverheid kan meten. We gaan in gesprek over de ervaringen. En dan zijn we al gauw een uurtje of 2 met elkaar aan het babbelen. Om helder te krijgen wat zij als ervaring hebben met water
En wat er nog meer over te vertellen is, en daar gaan we zo meteen in de keuken dan nog het een en ander van zien. Ja. Want ja, mensen weten bijvoorbeeld dat er waterfilters bestaan. Denk maar aan een Brita waterfilter op je aanrecht. Of een Burkier, dat zijn wat grotere. Of een Aqualijn, dat zijn wat grotere apparaten, zoals je daar ziet staan. Daar hebben ze van gehoord. Maar omgekeerde osmose, een scheidingsmembraan, dat is dan weer een onbekende term voor mensen. Feitelijk zou je bij een aquapiek, dus dit is een aquapiek, zou je moeten praten over een waterscheider. Maar dat is een woord dat niemand kent. Maar dat is wel letterlijk wat er gebeurt. Je krijgt een stroom zuiver water. Die gaat naar een voorraadtank en daarna gaat die naar de kraan. En je krijgt een stroom afvalwater waar de stoffen in zitten die je niet wil. Denk aan PFAS, restanten van medicijnen, pesticiden, hormonen, virussen, zware metalen, anorganische mineralen, allemaal van dat soort stoffen. Die wil je eigenlijk liever niet in je lichaam hebben en die gaan dan naar de afvoer. Daar is ook wel even iets heel belangrijks over te vertellen. Op het moment wanneer je het hebt dat water naar de afvoer gaat, zou je kunnen denken, ja, maar dat is toch verspilling dan, dat is toch jammer. Nou, idealiter, in de toekomst heb je een huizen waar dat afvalwater in een reservoir komt. En dan gaat het vanaf dat reservoir naar het toilet om te spoelen. Dat is ideaal. Maar zelfs nu al ga ik het omdraaien. Er is geen sprake van verspilling. Er is sprake van optimaal gebruik van leidingwater. Waarom? Een mens gebruikt in Nederland volgens de statistiek 120 liter water per persoon per dag. Dat is volgens de statistiek. Op het moment dat je 1 liter zuiver water gaat zuiveren, stijgt je verbruik van 120 liter naar 122,5 liter. Een minimale stijging ten opzichte van die 120 liter voor een maximale verbetering. Waardoor die plastic flessen 6 meter in de supermarkt niet meer nodig. Dat zuivere water is goed voor je gezondheid. Je krijgt lekkere thee, lekkere koffie. Als je rijst gaat koken, wordt je rijst witter. Je broccoli wordt groener. Want de laag van stoffen die in het water zit, gaat er niet meer overheen. Het is een waslijst van voordelen. Dus in plaats van te spreken van verspilling, zeg ik nee, er is geen betere toepassing van leidingwater dan om er optimaal zuiver water van te maken. En waar een waterfilter, zeg maar, een nieuwe filter 20-25% maximaal van bepaalde stoffen uit het water haalt, haalt een omgekeerde osmose, een scheidingsmembraan, 90-99,9% van alle mogelijke onwenselijke stoffen uit het water. Dat is een verhaal wat nog niet zo bekend is. En dat is het verschil tussen osmose en omgekeerde osmose? Dat ze veel meer eruit halen? Nou, zeg maar, het osmotisch proces is, zeg maar, hoe komt een waterdruppel bovenin een boom? En dan ga je tegen de zwaartekracht in. Dat heeft te maken met zoutgehaltes en dergelijke. Omgekeerde osmose, dan ga je met gebruik van de drinkwaterleiding een grotere druk toepassen dan de trekkracht. En dan gaat het water juist niet. Ja, het is een beetje de coördinerende vaten, zeg maar. Het water gaat dan door de membraan heen. Dat kan ik je wel hier laten zien. Naar de andere kant. Hè. Dus ik moet dat wel even goed uitleggen. Dit is een aquapiek. Met deze sleutel kan je de deksel makkelijk openmaken. Het deksel gaat eraf. Het eerste wat je tegenkomt is de filter. Achter mij zie je voorbeelden staan van filters die dan na een jaar vervangen zijn. En dan haal je de zichtbare vervuiling eruit. Dus dit is nu nog wit. Maar heb je bijvoorbeeld roest- en zanddeeltjes, dan wordt die bruin. Aan de binnenkant zit actieve kool. En actieve kool is in staat om chloor uit het water te verwijderen. Nou zit er in Nederlands leidingwater in principe geen chloor meer, want ze werken met ozon- en UV-filters. Maar wanneer er buiten de drinkwaterfabriek ergens een probleem is, dan moeten ze toch gaan spoelen met chloor. En daarvoor zit er hier preventief actieve kool in, want het materiaal waar de scheidingsmembraan van is gemaakt, kan heel veel, maar kan niet tegen chloor. Dus ter bescherming. En tenslotte zit er nanozilver in. En nanozilver is bacteriedodend, want als het water van de drinkwaterfabriek naar onze huizen gaat door kilometers lange buizen, kun je je voorstellen dat er echt wel weer ergens een bacterie komt.
die bacteriën zijn te groot om door de minuscuul kleine gaatjes van de scheidingsmembraan heen te kunnen. Maar de geur die ze kunnen afscheiden, die zou er wel doorheen kunnen. Dat wil je niet. Vandaar dat dat nanozilver bacteriedodend erin zit. Eigenlijk 3 keer preventief, zou je kunnen zeggen. Dit is je toevoer. Dit wordt aangesloten op de waterleiding. Dit is het zuivere water dat gaat naar een voorraadtank en van daaruit naar je kraan. Dit is het afvalwater dat gaat naar je chiffon. En dit gaat dan naar je tank en hier gaat het naar je kraan. Die membraan, die ziet er zo uit. Het water kan hier met een centimeter diameter erin. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan komt het er hier ook weer met een centimeter diameter uit. Maar hier zit een pijpje. En in dat pijpje zit dit mini-ventieltje. Dat betekent dat het water van zo'n gat door een heel klein gaatje moet. En daardoor gaat natuurlijk druk ontstaan. Het zuivere water zegt van nou, ik ga niet door het kleine gaatje heen. Ik ga gewoon door die membraan heen. Dat is van dit materiaal. Daar moet dat water op een of andere ingewikkelde manier helemaal doorheen. Omdat het gaatjes heeft van een miljoenste van een millimeter uiteindelijk. En dan komt het bij de kern, dat is dat buisje. En daar zie je gaatjes zitten. Het zuivere water komt dus bij de kern en gaat vandaar naar een voorraadtankje. En vanaf een voorraadtankje naar een zuiver waterkraan. En dat kan een apart kraantje zijn naast je huidige kraan. Dat kan ook een vervangen van je huidige duo-mengkraan met warm en koud. Dan krijg je een driewegkraan met warm en koud. Maar ook apart, door een apart kanaal, zuiver koud water. En dat is eigenlijk de toekomst, want dan heb je gewoon met het gemak van een kraan, maak je een keuze, nu niet warm of koud, ja dat kan ook, maar dan kies je van wil ik zuiver water voor consumptieve toepassingen, of wil ik leidingwater voor schoonmaakdoeleinden. Dus zo werkt dat. En dat verwijdert lood, fluoride, hormonen, medicijnresten. Ga maar door. PFAS, anorganische mineralen. De logica daarvan, want je denkt van, waarom doet de drinkwaterbedrijven dat dan niet? De drinkwaterbedrijven, en die hebben we inmiddels in Nederland 170 jaar. De eerste waterleiding werd aangelegd van de Haarlemse Duinen naar Amsterdam door meneer Jacob van Lennep. Toen ging het om bacteriologisch veilig water. In die grachten van Amsterdam had je poep en pies en het was allemaal vreselijk. Dus die mevrouw van Lennep zei van, kom op Jacob, regel wat voor je vrouw. Nou, dat doe je natuurlijk dan als liefhebbend echtgenoot. Dus die man die heeft een waterleiding aangelegd. Heeft ook een hoop weerstand erbij gehad, maar het is hem gelukt. En die verkocht voor 1 cent per emmer dat water in Amsterdam. En die mensen waren toen ook niet gek, dus dat werd een groot succes. En van daaruit zijn er allerlei waterleidingen in ons kleine landje gekomen. Maar dat zijn allemaal nog, die waren oorspronkelijk op traditionele waterzuiveringsmethoden. Door grondlagen, door zand en dat soort dingen. Maar dat is niet meer voldoende, want we hebben niet alleen maar met bacteriën te maken. We hebben met het rijtje wat je net noemde. Restanten van medicijnen, chemicaliën zoals PFAS, pesticiden, hormonen, virussen. Die bestaan niet. Dat kan niet. Nee. Dus kortom, het is een hele lijst van stoffen. En die gaan er niet uit met traditionele waterzuiveringsmethoden. Of maar ten dele. En dan krijg je een nieuw fenomeen. Ja, Mireille, het is binnen de norm. En dat is eigenlijk om jou gerust te stellen. Je moet een heel zwembad leeg drinken. Dan pas heb je die veel stoffen. Maar het is goed om je te realiseren dat er in ons leidingwater zitten er bekende onwenselijke stoffen. Maar er zitten ook onbekende stoffen in. En die zouden ook wel eens heel onwenselijk of giftig kunnen zijn. PFAS, daar had niemand het over 10, 15 jaar geleden. Maar het zat wel in ons leidingwater. Joost mag weten wat er nu misschien nog weer voor stoffen in zitten. Dus het is natuurlijk een utopie om te denken dat als 99% van al ons oppervlaktewater in Nederland vervuild is, dat we gelijktijdig het beste en schoonste drinkwater ter wereld kunnen hebben. Dat gaat gewoon niet. En al van de stoffen die we kennen, worden een aantal daarvan onderzocht. En daar zijn dan normen van. Maar waar bijvoorbeeld geen norm van is, het stapeleffect, de cocktail van al die stoffen. Toxiciteit. Precies. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, dat weten we niet. Dus
Het is heel wonderlijk, maar dat komt omdat we al zo lang in Nederland worden gewend zijn dat het leidingwater hier zeg maar oké is. Dat ook al weten we allemaal dat het water op de Veluwe of op de Utrechtse Heuvelrug anders is dan in Amsterdam of Rotterdam of Dordrecht. Terwijl we elke week horen dat er problemen zijn vanwege de droogte, hogere concentratie chemicaliën in de rivier, vanwege PFAS die niet uit het water te halen is, restanten van medicijnen die ervoor zorgen dat bepaalde dieren zelfs van geslacht beginnen te veranderen. We nemen het allemaal op, we weten het allemaal, ik vertel niks nieuws. En vervolgens gaat het er weer uit en we laten ons allemaal beïnvloeden, zou ik kunnen zeggen. Door er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Ik ben geen dokter, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar ik kan wel zeggen dat water zuiverder kan zijn, veel zuiverder dan wat er nu uit de kraan komt. Juist. En als je daarvoor kiest, is mijn voorspelling, daar word je niet gewoon tevreden van, niet gewoon blij, super blij. Super blij. Ik heb het zelf in 1981 ontdekt. Ik wil niks liever dat iedereen van zuiver water gaat genieten. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dus hoe meer mensen er blij van worden, hoe blijer ik er ook van word. Dat is mijn belang, zeg maar. Dat is jouw missie ook, hè? Dat is echt mijn missie. En ontzout het ook het water? Ja. En haalt het ook mineralen eruit? Ja, die gaan er ook uit. En dan komt natuurlijk de vraag, maar er zijn toch goede mineralen? Mm-hmm. Ja, dat verhaal is eigenlijk ook weer een beetje gekomen omdat de waterleidingen vertellen ons dat die calcium en magnesium goed is voor onze botten. En dat klinkt heel logisch. Alleen de mineralen die in het leidingwater zitten, zijn anorganische mineralen. Dat zijn feitelijk minuscuul kleine steentjes. Waarom zitten die dan in het water? Soms zitten die van nature in. Als water op een berg valt van kalk, dan gaat het kalk opnemen. Maar het kan ook zijn dat het super zuiver is, of heel erg zuiver. En dan is het zo zuiver, dan heeft het water een enorme opnamekracht. Het gevolg daarvan is dat de waterleidingen die van de drinkwaterfabriek naar onze huizen het water moeten vervoeren, kunnen gaan oplossen. Oplossen de leidingen? Nou, dat begint bij de naden. Die buizen zitten aan elkaar met die lasnaden. Maar dat zijn natuurlijk wel de zwakste punten. Dus op het moment dat wanneer daar al de kalk en magnesium die daar nu zit allemaal weg is, gaat dat weg dan? Ja, dat gaat weg. Want als je thuis een waterkoker hebt, dan moet je hem regelmatig ontkalken. Maar zou je die waterkoker elke dag gaan vullen met water uit een aquapiek? Of je zou het kunnen uitproberen met spa-water, spa-rennen uit België. Dat is namelijk ook heel zuiver. Dan zul je merken dat je waterkoker vanzelf schoon wordt. Door de opnamekracht van het water. Dus dat gaat ook gebeuren bij de leidingen. Daarom kunnen de drinkwaterbedrijven nooit zo optimaal zuiver water leveren. Dan wat je thuis uit de kraan kan halen. De meest logische plek om water te zuiveren is vlak voordat je het gaat tappen. Als je bovenop een berg het water valt en je gaat 200 meter lager staan. Mireille, dan kan er iets gebeuren tussen die 200 meter. Dan kan een koe voorbij lopen of misschien een... Maar er kan iets gebeuren. Wil je dus zeker zijn dat je optimaal zuiver water hebt, kun je beter bovenaan de bergen staan. Dat is bij de bron. Nou, dat is eigenlijk wat je met een waterzuivering in je keuken doet. Want misschien voor alle duidelijkheid, deze apparatuur is niet bedoeld voor het hele huis. Dit is echt bedoeld voor je consumptiewater. Dus dit komt in je keukenkastje te staan. Er komt zo'n tankje bij. Nou, dat neemt bij elkaar 1/3, misschien de helft van een klein kastje in beslag qua ruimte. En dan komt er dus een apart kraantje, dat noemen we een eenwegkraantje, of een driewegkraan naast te staan. En handig voor mensen in een huurhuis. Vind ik leuk om iets van te vertellen. In een huurhuis mag je eigenlijk nooit niks, hè, officieel. Maar een klant van ons in Papendrecht, die heeft een half jaar lang de woningstichting iedere keer brieven geschreven en gebeld. En gezegd, ja luister, ik koop al 18 jaar pakken water in de supermarkt of flessen. En nu heb ik gezien dat ik het ook gewoon thuis uit een kraantje kan tappen. En na een half jaar kreeg ze uiteindelijk de goedkeuring.
Toen is haar duo mengkraam is er van afgegaan. Dan komt er een gat tevoorschijn van 35 mm. Daar komt een Aquapiek driewegkraan in. En als ze ooit gaat verhuizen, dan gaat die ene kraan weer er vanaf en de oude kraan weer terug. En dan heb je op die manier geen problemen met je woningstichting. En dan heb je eigenlijk zuiver bergkristalwater. Nou, het berggedeelte, om het zo maar te zeggen, dat is wel even leuk, neem ik je weer even mee naar de natuur. Stap 1 is wat de natuur doet qua zuivering en dat is het destilleren. En dat is bijna te vergelijken met wat we hier doen. Dat is het schoonmaken. Maar nou gaat dat gedestilleerde water, dat verdampt en er wordt een wolk en die gaat op reis en dan valt het op een berg. En wat gebeurt er op die berg? Dan krijg je dit effect. Het water gaat vallen, het klotst van links naar rechts door bergbeken, et cetera. En dan kun je het eventueel gaan vitaliseren. En dat betekent dat je er weer beweging als ware in gaat brengen. En daarvoor hebben we een turitap. Dat is een roestvrij stalen behuizing, ongeveer zo groot, zo'n 12, 14 centimeter. En binnenin zit van keramiek gemaakt een spiraalachtige vorm. Van keramiek. En dan draait dat water daar doorheen. En daardoor krijgt het zijn oorspronkelijke energie, zou je kunnen zeggen, weer terug. Je kan dat ook proeven. Het water is zachter van smaak. Ik noem het een bepaalde bite. Het doet mij een beetje denken, als ik in de bergen een glas water drink, dan heeft dat een bepaalde levendigheid. Ja, een bite noem ik dat. Dat is dus je zintuigelijke ervaring. Maar die apparatuur wordt ook toegepast in het Westland. Want wanneer je daar tomaten of komkommers of bloemen aan het kweken bent, dan wil je dat die planten goed gevoed worden, ook met vocht. En door dat vitaliseren blijkt dat water dieper door te dringen in de grond, waardoor de wortels beter het vocht krijgen en daardoor worden de oogsten beter. Een koffieliefhebber vertelt mij dat zijn koffie beduidend lekkerder smaakt na toepassing van de Turitap Water Vitalizer. Het is een iets extra. Ik ga niet zeggen dat je zonder een water vitalizer geen zuiver water hebt, want dat heb je wel degelijk. En dat heb ik zelf ongeveer 40 jaar op die manier gedronken. Maar ik heb er nu ook een water vitalizer uiteraard tussen zitten. En dat geeft nog net even een extra beleving. Ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs van. Maar in Jip en Janneke taal kan ik me er alles bij voorstellen. En de mensen die het hebben, die zijn er heel blij mee. Ja, dus het vitaliseert, maar ook je eigen vitaliteit. Hè? Want de afvalstoffen die je hebt, die voeren sneller af met zuiver water. Hè? Absoluut. Dus je organen, die moeten gevoed worden, optimaal. En dat gaat het beste met zuiver water. Misschien een grappige vergelijking. Gras groeit op basis van regenwater, overleeft op basis van leidingwater. In zijn algemeenheid zal je in de natuur, de boeren gaan hun land, zeg maar, met water uit de natuur, niet met leidingwater. Nee. Dus gras groeit op basis van zuiver water, overleeft op basis van leidingwater. Dat komt omdat die minuscuul kleine deeltjes, die kunnen natuurlijk op bepaalde mate de kanaaltjes waar het doorheen moet laten dichtslibben. Of is moeilijker. Dus hoe zuiverder het is, des te beter. Dat geldt dus ook in je lichaam. Zelfs tot aan je haarvaten toe. Dus dat is stap 1. En vervolgens om de afvalstoffen af te voeren, gaat ook het beste met zuiver water. Ik moet dan altijd wel denken aan als ik vroeger thuis moest afwassen. Toen waren er nog geen afwasmachines. Sterker nog, die heb ik nu nog niet. Ik vind het een mooi sociaal moment om af te wassen. Maar goed, persoonlijke mening. Maar goed. Als ik dan aan het afwassen was, zei moeder, hallo, niet zo lui, even nieuw water nemen. Dat water neemt nu niks meer op. Nou, dat is in principe het probleem. Dus hoe zuiverder het water is, hoe beter het stoffen kan opnemen. Dus ook in dat opzicht is het beter. Kom je bij het volgende punt en dan zeg je van ja, maar zuiver water, dat is toch zuur? Nee, daar ben ik het niet mee eens. In de natuur, regenwater heeft van zichzelf een pH-waarde van 5,8 tot 6. Dat is lager dan die 7 of 7,3 waar we het over hebben altijd. Maar dat is de natuur zelf. Ik ga toch niet tegen meneer Boven zeggen van hallo, u heeft ons vuur water gegeven. Nee, dat water is van zichzelf wat het is. En dat ligt zo'n beetje rond de 6. Spaarrennen heeft ook een zuurtegraad van 6. Ons water zit ook ongeveer in die richting, zeg maar, als het gezuiverd is.
Dat is normaal. Dan ga je dat drinken, dan komt het in je maag. Je maag heeft een zuurtegraad van 1,5 tot 3,5. En toch is je bloed 7,3, 7,4. Met andere woorden, je lichaam zelf regelt dat. Ben je nou super gevoelig voor dat principe van die mineralen? Er zijn sommige mensen die kiezen voor Himalaya-zout of Celtisch zeezout. En dan voegen ze een heel klein beetje, dan bedoel ik echt een korreltje aan een glas toe. En daardoor is de opnamekracht van het water in het lichaam dan nog weer beter. Dan wordt hij opgenomen in de cel zelf. Dan wordt hij opgenomen. En wat nog beter is, in plaats van in het glas te doen, om op je tong of onder je tong even te laten smelten. En dan het glas water. En dan het glas. Maar dan praat je echt over kleine nuanceringen, maar dat maakt het dan nog beter. Dus in principe zeg ik, hoe zuiverder het water, des te liever is het me. En de natuur bevestigt dat. Want die heeft ook een optimaal zuiveringssysteem, maar zelfs nul. Nul gaat naar boven, alleen het verdampt. Dus dat zijn allemaal zaken die daarbij een rol spelen. Wat misschien wel aardig is om je te laten zien wat dus een watervitalizer eigenlijk doet. Je gaat eigenlijk, als je dit water nu zou drinken en vervolgens ga je het drinken nadat het tornado-effect, dan zul je merken dat het een andere beleving geeft in je mond. Dus ik denk ook niet echt onlogisch. Ja. Mooi. Nou, wat misschien wel aardig nog even samenvat. Er zijn nog een paar dingen die ik wel moet wel noemen. Dus we hebben het gehad over het zuiveren. We hebben het gehad hoe het gezuiverd wordt. Je ziet hier staat een hele verzameling flessenwater. En een kangenapparaat. En dit is een destilleerketel. De fuser, hè? Is dat toch? Hoe bedoel je de fuser? Welke doel? Deze? Nee, dit is een destilleerapparaat, een destilleerketel. Dus daar kun je het water super zuiver mee maken. Maar dan heb je een groot apparaat op je aanrecht. Dat kost stroom. En iedere keer moet je die destilleerketel schoonmaken. En je hebt maar een beperkte hoeveelheid. Terwijl een aquapiek produceert ongeveer 10 liter zuiver water per uur. En zodra je 1 of 2 liter getapt hebt, ontstaat er een drukverschil in het systeem. Het werkt allemaal op basis van de druk van de waterleiding. En dan gaat er hier een klepje open en dan gaat hij produceren totdat de tank vol is. Dan is er weer een drukverschil en dan slaat hij weer af. 10 liter zuiver water per uur is dus echt wel een hoeveelheid waar je in combinatie met een voorraadtank van 6 liter heb je eigenlijk altijd normaal voldoende water. Tenzij je het plan hebt om voor de hele buurt achter elkaar grote pannen soep te gaan maken, dan moet je even wachten. Die filter moet 1 keer per jaar verwisselen? Deze gaat 1 keer per jaar. En die ketel? En deze ketel gaat in principe meerdere jaren mee. Okay. Het is een gesloten systeem namelijk. Hè? De membraan, deze, gaat ook meerdere jaren mee. Het belangrijkste is dat je deze vervangt. Nou, deze kost €59,95 per jaar. Deze kost €67,50. Dus dat zijn eigenlijk kosten die echt wel te overzien zijn. Maar de membraan gaat normaal gesproken meerdere, en dan denk ik echt wel aan 3-4 jaar, gaat die mee, soms nog wel langer zelfs. Dus het belangrijkste is dat je die membraan beschermt door die filter. En dat is zelf heel goed te doen. Daar zijn ook instructiefilmpjes van hoe je dat makkelijk zelf kan doen. Want alles is er bij ons op gericht om de kosten zo laag mogelijk te houden. Want we hebben een missie. En die missie is niet rijk worden van waterzuiveringsapparatuur. Die missie is echt zuiver water voor iedereen. En voor het welzijn. En voor het welzijn, dat sowieso. Maar dan ook voor het welzijn van iedereen. En daarvoor hebben we ook wat we noemen een Aquapiek Happy Users and Friends Community. En dat komt heel simpel. Als je tot zo'n ontdekking in je leven komt en je wordt daar zo blij van, dat is een heel menselijk iets, dan wil je dat delen. Toen ik vader werd van mijn eerste dochter, wilde ik dat heel de wereld dat wist. En dat heb je hier eigenlijk ook mee. Je wordt daar blij van, dus je gaat dat delen. Op het moment dat mensen dat gaan doen, super belangrijk, want omdat de behoefte bij mensen niet automatisch al leeft, moet het ze verteld worden. Dus mond-op-mond reclame is cruciaal. En als jij bijvoorbeeld de moeite neemt om een andere te vertellen, dan zijn we jou daar dankbaar voor. Enerzijds vooral in eerste instantie voor degene die het ook gaat genieten, maar voor ons is het ook fijn. Dus we gaan je daarvoor belonen en dan gaan we je als eerste een boek geven. Die pak ik er even bij, want het is een mooi boek van Gabrielle Sutherland. Dus voor een eerste, wat wij dan noemen, succesvolle aanbeveling, zeggen wij dan van, krijg je van ons dit boek.
En als je daarin gaat bladeren, dan zie je ook op pagina 126 dat omgekeerde osmose is, zeg maar, na destilleren de meest optimale vorm van waterzuivering. Dat doen we altijd als eerste. Maar ja, jij bent super enthousiast geworden, dus je vertelt het niet alleen aan je linkerbuurman of buurvrouw, maar ook aan de rechter. En die wil het ook. Hartstikke leuk. Gaan we je niet weer het boek sturen. Dat zou niet aardig zijn. Op dat moment heb je recht op een bedrag van €47,50. Die brengen we in mindering op de kosten van de filter. Nou, ik zei net, die is €59,95. Dus dan heb je nog maar €12,45 aan kosten na 1 jaar om die filter zelf te vervangen. Als je het drons laat doen, kan wel, maar dan ben je natuurlijk arbeid en voorrijden kwijt. Hoe dan ook, toch is dat nog niet het einde van het verhaal. Want stel dat je zegt van, goh, ik vind die missie echt zuiver water voor iedereen eigenlijk ook hartstikke leuk. Dan kun je ons helpen als we bijvoorbeeld een alleenstaande moeder aan de bel krijgen met 2 kinderen. En die wil heel graag, heeft van dat zuivere water gehoord, die wil het graag voor de kids. En die zegt, ja, ik wil het wel, maar ik kan niet helemaal betalen. Hoe mooi is het dan als wij die tegemoet kunnen komen uit het Aquapiek Sociaal Fonds? Hoe wordt dat fonds gevoed? Want als er niks in zit, kunnen we ook niets geven. Nou, onder andere door klanten die zeggen van, nou weet je, die €47,50 waar ik eigenlijk recht op heb, die schenk ik, die doneer ik aan het fonds. Dan doen we er zelf ook nog wat bij. Dat moet zich allemaal nog een beetje gaan vullen. Maar op die manier kunnen we echt iedereen helpen. En dan zitten we er weer bij de missie, echt zuiver water voor iedereen. Ja, de doelgroep is breed. Iedereen. De doelgroep is absoluut heel breed. Maar het is misschien ook fijn om kleiner te beginnen. Om echt die bewustwording te creëren. Door bijvoorbeeld naar sportscholen te gaan. Hm. Want daar zitten mensen die met hun gezondheid bezig zijn. Hm. Om daar ook echt meer gericht op bepaalde doelgroepen te zijn en dat het uiteindelijk iedereen wordt. Nou, om die reden hebben we bijvoorbeeld hier in het natuurcentrum in Gorinchem. Daar hebben ze nu een mogelijkheid gecreëerd dat op tafel staan 1,5 liter flesjes met kleine shotglaasjes, zou je dat kunnen noemen, maar dan gaat er een shotje zuiver water in. Ja. En dan kunnen mensen daarmee kennis maken. En als ze dan zeggen, jeetje, maar dat is echt wel een groot verschil, dan, en dat is het, dan kunnen ze eventueel een fles van huis meenemen en dan wordt die gevuld met zuiver water. En op die manier kunnen ze ermee kennis maken voordat je eventueel een investering gaat doen. Nou, ik zou natuurlijk het liefst hebben dat overal in Nederland, want dan zit je bij die zintuigelijke ervaring, dat het op die manier geproefd wordt. Zal ik eens een glaasje water voor je inschenken? Graag, dacht dat je het nooit zou vragen. Ja, precies. Dat gaan we even doen, ook een blikje. Mirei, een glaasje echt zuiver water. Dank je wel. Gorinchems leidingwater, gezuiverd door de Aquapiek. En als we hier het TDS-metertje, die zal ik er gelijk even bij pakken, even laten zien. Het TDS-metertje. En dan zal ik ook nog een glaasje inschenken met leidingwater, dan kan je het verschil zelf zien. Ja. Dit is leidingwater. Ja, dat is bizar, je ziet het gewoon. Wat een beetje gelig is, hè? Het verschil, ja. Nou, dit metertje, die staat op TDS. Total Dissolved Solids, totaal opgeloste stoffen. Dopje kun je eventueel ook gebruiken om een beetje water in te doen. Dan kan je het heel makkelijk meten. Maar goed, ik heb nu de glazen mooi klaarstaan. Je ziet hier 2 pooltjes. En tussen die 2 pooltjes, ik zet hem op aan, geeft hij nu aan 3 keer 0. En hij meet in ppm, in parts per million. Dat is ongeveer te vergelijken met milligram per liter. En milligram per liter is wat je soms weer op flessen ziet staan bij het woord droogrest. Dat geeft aan de droge rest die achterblijft als al het water zou verdampen. Dat is ongeveer een beetje te vergelijken met ppm. Dus dan bijvoorbeeld Sparenne heeft 38 milligram aan droogrest, staat er op de fles. En dan geeft hij een ppm zo'n beetje tussen de 25 en de 30 aan. Ga je nou naar leidingwater, bijvoorbeeld deze, in Gorinchem, dan zitten we op 210. Ja, 210. Daar word je niet vrolijk van, zeggen ze dan. Daar word je dan niet vrolijk van, nee, precies. Nog steeds Gorinchems leidingwater, maar nou gezuiverd. Altijd even een beetje goed droog maken. En lees jij maar af wat er nu op staat. 0,06. 0,06. Dus dat is meer dan 95%, bijna 99%. Dus ik zou zeggen, proost. Ja,
Heel zacht. Heel zacht, hè? Een toepassing, je had het net over sportscholen. Jazeker, die zijn natuurlijk heel bewust met hun sport bezig. En in dat verband... Oh, ik heb hier een kaartje van Roy Hoornweg. Die wil graag in Parijs met de marathon meedoen. Een marathon is 41 kilometer. Hè? En ik ben al 42 jaar bezig. Dus we hebben een beetje een band. Hij is ook een Papendrechter, net als ik. Jij hebt ook aardig wat kilometers afgelegd. Ik heb ook aardig wat kilometers afgelegd. Ja. Dus we voelen ons wel met elkaar verbonden. En hier bij de opening was Roy ook aanwezig. En ik heb Roy 7-8 jaar geleden gebeld. Ik zei, ja Roy, jij bent ook een Papendrechter. Ja, ja, ja. Ja, wij zijn dorpsgenoten. Ik zei, jij bent een professioneel sporter, hè? Ja, ja, klopt. Ik zeg, en je bent natuurlijk veel met je voeding bezig. Ja, ja. Ik zeg, maar mag ik eens vragen, wat doe je dan met je water eigenlijk? Wat voor water drink je? Reactie, wat voor water? Hoe bedoel je? Nou, letterlijk, wat voor water? Kraanwater, gewoon leidingwater. Ik zeg, nou, dan wil ik je uitnodigen om eens bij mij langs te komen. Want ik heb misschien toch wel, hè, jullie als sporters letten op alles voor een beter resultaat. Dus hij is bij mij langsgekomen. En ik heb hem het allemaal laten proeven en ervaren. En ik had een heel klein mini-apparaatje. Kon hij meenemen op reis. Toen ging hij naar een trainingskamp in Australië. En toen had hij dat bij zich. En in de keuken daar kon hij dat gelukkig aansluiten. Dan heb je niet zo'n mooi apparaat als hier. Maar dan kun je dan toch op kleine schaal zuiver water mee maken. Heeft hij gedaan. Is hem goed bevallen. Heeft hij aan andere topatleten laten proeven. Ook heel fijn. Kwam terug weer thuis. En wilde direct een omgekeerd osmoseapparaat. Toen was Aquapiek nog niet. Dus toen heeft hij nog een apparaat gekocht. Wat er zo uitziet. Kijk, en dan heb je ineens een idee dat je een mini-laboratorium in de keuken krijgt. En dat is natuurlijk lastig. Maar als je echt gemotiveerd bent, nou ja, dan ga je er wel voor. Maar ja, dit is natuurlijk zoveel gemakkelijker. Hoe dan ook. Dus Roy die heeft op een gegeven moment, ongeveer een half jaar geleden denk ik, heeft hij een wereldrecordpoging gedaan om de snelste marathon op de lopende band te lopen in Papendrecht. En hij heeft toen op een gegeven moment ook gezegd van... ik loop eigenlijk de marathon op echt zuiver water. Dus, nou, dan nog een andere sporter. Zij is Nederlands surfkampioen op de golven van de zee. Ik wist niet eens dat dat kon, eerlijk gezegd, maar dat kan. En ook helemaal enthousiast. En ja, zij is natuurlijk heel veel met water bezig. Maar zo merk je dus dat geleidelijk aan overal wat gebeurt. En dat zijn voor mij natuurlijk allemaal kleine puzzelstukjes die het totale plaatje maken. En zo meteen in de keuken ga ik jullie nog even dan wat praktische dingen laten zien. En dan krijg je nog meer praktische bewijzen. Die je gewoon letterlijk een stuk wijzer maken. En je hopelijk op het spoor van het zuivere water gaan zetten. Nee? Dus dat gaan we zo meteen doen. Ik zei net al iets over die droogrest. Ik denk dat dat toch zinvol is om even te laten zien. Even kijken. Kijk, pakken we eerst even die spa erbij. Want dat was natuurlijk in het begin van mij de eerste waar ik ontdekte dat dat relatief zuiver is. En dan zie je hier dus zo'n analyse, zo'n laboratoriumanalyse staan. Ca, calcium, magnesium, natrium. En daarboven staat droogrest. Dat is tegenwoordig 38 milligram, vroeger was dat 33. Zeer de moeite waard om dat te bestuderen. Stel dat je naar het buitenland gaat, hè, en je hebt zo'n fles. Ja, dus als we natuurlijk in België zijn, dan vertrouwen we het nog net. Maar in Frankrijk vertrouwen we het niet meer. En dan ga je naar de supermarkt en denk je, nou laat ik maar een flesje mineraalwater hier kopen. Want ik vertrouw het niet zo. Maar niemand kijkt op die etiketten. Maar niemand kijkt op die etiketten. En dan zie je Vichy. Nou, het ziet er wel aardig uit. Wat je over het hoofd ziet, is een klein... Ja, icoontje hier, riche en minéraux, oftewel rijk aan mineralen. Waar Sparenne 38 milligram heeft droogrest, heeft deze per liter 4774. Wow. Dit smaakt als zout water, dat is echt niet lekker meer. Dus de meest extreme,
Maar ook een Evian bijvoorbeeld is niet goed. In Nederland, Saskia water. Je moet vaak wel even zoeken hoor, maar hier zie je het dan weer staan. Even kijken. Droogrest, 459 milligram. En dat ga je dus allemaal zien, hoe meer stofjes erin zitten, hoe donkerder je thee wordt. Dat gaat best heel snel. Als het water zuiver is, blijft die thee ook na een dag nog steeds kraakhelder. Kun je hem koud drinken of eventueel opwarmen, zeg maar. Het biedt zoveel mogelijkheden. Dus ja, zuiverheid, en dat is eigenlijk ook wel hoe zal ik het zeggen? Als mensen zuiverheid gaan ontdekken, gaan herontdekken, want oorspronkelijk was alles natuurlijk zuiver, dan komen ze op een ander spoor. En dat vraagt dan soms even enige moeite, even je verdiepen erin, maar je krijgt er zoveel voor terug. Maar omdat mensen zich dat niet realiseren, en dat maakt allemaal niet uit. Ik drink heel mijn leven lang al leidingwater en ik ben er niet dood van gegaan. Maar ik denk dat het in het leven niet gaat om niet dood te gaan. Nee, het gaat erom in je leven te excelleren. Het optimale eruit te halen. Dus ook optimaal te genieten, maar ook optimaal gezond te zijn. Waarom zou je daar niet voor kiezen? Dat is toch jammer? Ja. Ik vind dat jammer. Dus het is echt de moeite waard. En ik snap best wel dat in onze gigantisch drukke wereld, we zijn blij als we even kunnen zitten, zeg maar. Maar je hebt altijd wel weer eens even na een nachtje goed geslapen te hebben, weer energie. Pak een boek, ga een keer naar zo'n avond toe. Ga eens wat vergelijken en dergelijke. Je eigen onderzoek. Doe je eigen onderzoek met name, dat is het punt. Ja. In plaats van altijd maar te vertrouwen op van ja, maar de waterleidingbedrijven zullen dan wel, of die zullen dan wel. En we hebben onlangs nog, ik vond dat redelijk schokkend, dat er zoveel plastic flessen zijn waar per fles 100.000 nanodeeltjes in zitten. En dat krijg je allemaal binnen. Je vraagt je af, wie koopt er nu nog een fles plastic water? Of een plastic fles met water? We zijn zo murf in zekere zin, maar daarmee doen we onszelf tekort. We denken ook zelf niet meer na. Nee. Nee, dat is het hem. En eigenlijk wanneer je mensen in de essentie raakt, en dat is misschien wel de reden waarom ik al die jaren die bewijzen heb verzameld. Iemand die van thee houdt, die gaat echt gigantische ontdekking doen. Ik had nooit al die jaren in de thee blijven zitten als ik dat met leidingwater had moeten doen, met al die smaakjes en toestanden. Dat is allemaal onzin. In de supermarkt, op dit moment, schappen vol met smaakjes thee. Ja, misschien is dat wel om te verdoezelen hoe smerig de leidingwater is. Dat is exact wat er aan de hand is, helaas. In de 70e jaren, midden 70e jaren, toen ik eigenlijk in de thee terecht kwam, toen was thee op sterven na dood. Als je dan thee dronk, dan was het van, maar dat is toch uilenzeik, dat is toch slootwater. Dan krijg je toch vlooien van, of weet ik veel, of luizen van. De meest vreselijke termen werden allemaal gebruikt. Omdat het gewoon een waardeloos product was, omdat het met waardeloos water werd bereid. En toen bedacht iemand, maar als thee nou nergens meer naar smaakt, dan voeg ik er een smaakje aan toe. Tot op de dag van vandaag zie je dat in de supermarkt terug. In de theewinkels, als ik ooit mijn leven opnieuw zou beginnen en ik zou met een theewinkel starten, dan zou ik ervoor zorgen dat er een aantal thermoskannen, airpotten klaarstaan, thee bereid met zuiver water, kunnen mensen heel de dag, aan een minuut, thee proeven. Niet alleen maar naar een glazen potje kijken, van ja, het ziet er wel aardig uit en het heeft een leuke naam en het zal allemaal wel. Zegt helemaal niks. Nee, proeven, het verschil laten zien. In die winkels, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Stel, jij bent een theeliefhebster. Jij bent jarig. Ik denk, ik ga die Mireille een plezier doen. Ik ga naar de theewinkel toe. Ik zeg, ik wil een hele mooie thee hebben voor een dame die heel erg van thee houdt. Nou, zegt die verkoper, dan heb ik een mooie Darjeeling First Flush nu. Dat is een soort Beaujolais primeur van de thee. Wat kost dat? Nou, dan ben je 15 euro voor een ons kwijt. Nou, doe nu maar. Ik koop die ons thee. Ik geef die aan jou, het verhaal erbij. Jij denkt, nou, mooi. En dan ga je hem bereiden. Maar niemand heeft jou verteld dat je die thee met zuiver water moet bereiden. Dus jij gaat hem gewoon met leidingwater klaarmaken. En je komt tot de conclusie,
Nou, hij zal het wel goed bedoeld hebben, maar ik vind er eigenlijk niet zoveel aan. Ga je dat vertellen aan die persoon? Nee, ga je niet vertellen. Nee, dat vind je pijnlijk natuurlijk. Hoe was die thee? Ja, die was interessant. En zo houden we elkaar allemaal voor de gek. Ja. En zo zijn er allerlei verhalen die blijven maar rondzoomen, omdat we het elkaar allemaal vertellen. Het gaat pas veranderen op het moment dat je het onderzoekt. Ja. En ik hoop dat zometeen de testen die we in de keuken gaan doen, dat die overtuigend zullen zijn. Ik ben zeer benieuwd. Nou, helemaal goed. Dan gaan we dat zometeen doen. Goed? Ja. Oké. We staan hier in de keuken van Aquapeak Experience Center. Jullie nemen een kijkje in de keuken. Het eerste wat ik hier laat zien, we hebben hier zowel een apart kraantje staan, maar ook een driewig kraan. Dat is natuurlijk een beetje dubbelop, maar dat is even om dan beide mogelijkheden te kunnen laten zien. Een eenweg kraantje komt dus naast je kraan te staan en daar komt alleen zuiver koud water uit. Dit is een driewegkraan, daar zitten twee hendels aan. Dit is het reguliere, ongezuiverde huishoudwater, zeg maar, voor schoonmaakdoeleinden. En om het duidelijk te maken, kijk, daar heb je een straaltje zuiver water. Uiteraard maak je een keuze, of je kiest voor het reguliere leidingwater, warm of koud. Of je kiest voor het zuivere water. Nou, met het metertje hebben we net al even gekeken, kunnen we het even erbij pakken. Nog een blik. Want daarnet had ik natuurlijk glazen neergezet. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar is het wel eerlijk gegaan? Nou, hier gaan we gewoon even leidingwater nemen. En dan zullen we het voor de camera ook duidelijk maken. We zitten nu, zeg maar, rond de 200 zo'n beetje. Daarnet was die iets hoger, maar... Het gaat om het grote verschil, niet om de kleine verschillen. En dan nemen we hier nu het zuivere water. En het zuivere water komt op... Kan je het zien? 6. Dus ja, ik zal die glazen even goed vullen, want we gaan een paar interessante testjes doen. Ik zei al, ik heb in de loop der jaren heb ik allerlei bewijzen verzameld. Ik begin maar eens even met uit te leggen van deze. In de supermarkt liggen dus heel veel van dit soort pakjes. En je moet gewoon zoeken waar het woord thee staat, want je ziet eigenlijk alleen maar fruit. En dat komt dus omdat, en dat kunnen mensen thuis zelf testen, maak eens een theezakje open. Maak het puntje van je vinger een heel klein beetje vochtig. En dan probeer je een wit puntje wat tussen de zwarte blaadjes zit, zo eruit te halen. Dan doe je de blaadjes weg en dan leg je één puntje op je tong, één klein korreltje. En dan heb je ineens een mond vol aardbeien, bijvoorbeeld. Onvoorstelbaar. Dan zijn er ook mensen die houden van Earl Grey. Ken jij Earl Grey? Ja, zeker. Vind je dat lekker? Nou, niet uit een zakje. Ja, maar je drinkt het wel los. Nou, los ik drink graag munthee, verse munthee. Ja, dan komen we bij de kruiden. Hè? Dat is ook een beetje wonderlijk. Kruiden doen het in leidingwater in verhouding... beter is een groot woord. Maar normale thee, dus de traditionele thee, zeg maar... de etherische olie ervan, die gaan echt kapot. Maar neem je nou bijvoorbeeld muntthee, inderdaad... het lijkt wel of die munt... Ik zou haar zeggen, het voelt een beetje als mezelf. Hoe vuiler het water, hoe harder zal ik vechten, weet je wel. Munt geeft altijd nog een bepaalde frisheid. Ja. Maar het zijn dus eigenlijk geen thee, het zijn kruideninfusies, zoals ze dat te noemen. Maar goed, dus in de supermarkt zie je nog steeds het bewijs dat mensen kiezen hiervoor, denkende van ja, dat vind ik lekker en dat zou kunnen. Maar het echt lekkere van thee gaan ze op deze manier niet ontdekken. Ja, volgens mij zitten er ook in die zakjes nanodeeltjes. Dat kan ook allemaal niet goed zijn, die zakjes. Laat ik het zo zeggen, het is geen zuivere thee. Nee. Oké, dan een testje wat inmiddels al op het internet zo'n 200.000 keer bekeken is. Wil van der Leest heeft dat oorspronkelijk gemaakt. En heeft daarna ook nog een tweede filmpje gemaakt. In het eerste filmpje... laat hij zien wanneer je dus dit
in water zet, noemen ze een electrolyzer, dit apparaatje. Dan gaan we die stroom opzetten. Zo. We gaan hem aanzetten. En je ziet al direct hier beweging en hier gebeurt niks. De stoffen die in het water zitten, onzichtbare stoffen, maken een verbinding tussen die twee staafjes. En als dat gebeurt, gaat één van die twee staafjes stoffen loslaten. Als er geen stoffen in het water zitten, is er geen reactie. Dat zie je hier. Hier blijft het, zeg maar, neutraal. En hier zie je al dat het geleidelijk het water begint te verkleuren. Zometeen, als we dat een tijdje laten staan, is dat helemaal zwart. Mensen schrikken daarvan. Die denken, jeetje, wat zit er allemaal in dat water? Nou, ik moet helaas zeggen, ik weet niet precies wat er allemaal in het water zit. Maar wat je nu ziet, dat zijn de stofjes die van een van die twee staafjes afkomen. Waarom gebeurt dat daar wel en daar niet? Omdat er hier onzichtbare stoffen in het water zitten, die een soort verbinding maken tussen die twee staafjes. En daardoor krijg je dit effect. En dat wordt, al naar gelang je dat langer laat staan, wordt dat er niet prettiger op. Nee. En je ziet, hier blijft het nog alsmaar kraakhelder. Ja. We kunnen het nog even laten staan. Ondertussen pak ik dan nog even voor een volgende test. Pak ik weer leidingwater. Nou, ik zal ook wel deze kraan pakken, zuiver water. Zo. Ik zet hem nu maar even uit. Ik denk dat het wel mooi is geweest. Dan halen we die er even af. Maak het even een beetje schoon. En wat is nou het verschil tussen deze leiding zuivere water en deze zuivere water? Alleen een verschillende kraan. Allebei is het zuiver water. Okay. Allebei hetzelfde. Waarvoor heb je er dan één extra bij? Omdat ik aan mensen wil laten zien dat ze kunnen kiezen. Of voor een apart kraantje, of voor een drieweg-kraan. Helder, ja. Het leuke is dus dat als je hiervoor kiest, je ziet hier heb je maar weinig ruimte. Dan moet je soms rekening mee houden. Hier is de hendel aan de bovenkant. Dus dat lukt altijd. Maar wanneer je dus in een huurhuis woont, kraan eraf, deze kraan terug. En als je gaat verhuizen, kan je omwisselen. Ja, maar je ziet het verschil heel, heel duidelijk hier. Hè? Dus wanneer er een verbinding wordt gemaakt, gaat een van die staafjes gaat dingen loslaten. En oxideren. En oxideren, ja. Maar dat komt omdat er een onzichtbare verbinding wordt gemaakt. Oké, nou dan heb je op een gegeven moment dit hier. Is stevia, dat is een natuurlijke suiker, zeg maar. Dan ga ik één enkel druppeltje. Oh. Moet maar eens ruiken en vergelijken en proeven. Nou, proeven van de linker liever niet, maar... Nee, dat is dan van het leidingwater. Nou, hier ruik ik niks. Maar hier ruik ik ook niks. Gaan we proeven. Zo. Ja. Dat is gewoon zoet. Gewoon zoet. En zacht. Ja. En zacht en een bepaalde zuiverheid. En als je dat dan vergelijkt met het leidingwater, zul je ongetwijfeld wel iets smaken. Je proeft. Je wil hem liever niet proeven. Ja, ik ga je niet verplichten. Ik vertrouw je woord. Je vertrouwt me woord. Oké. Dan ga ik nu het volgende doen. Maar bizar dat één zo'n druppeltje zo'n volle smaak kan geven. Precies, hè? Maar we gaan het zelfs nog wat gekker maken. In die zin nog extremer. We nemen weer zuiver water. En we nemen weer leidingwater. En nu... Dit minuscuul kleine flesje. Er zit ook een heel minuscuul klein gaatje aan. Mm-hmm. Kijk met me mee dat je het water ziet bewegen. Ja. Tip. Dat is wat erin zit. En wat zit er in het flesje?
een limoen etherische olie. En dat kan je gewoon drinken? Dat kan je gewoon drinken. Normaal masseer je er iemand mee. Ja, precies. Nee, maar limoen is ook eetbaar. Ga je gaan. Oh, deze ruik ik. Dit is steviger van geur. Ja? Ja? Ruik je het verschil ook weer in zuiverheid? Oh ja. Minuscuul. En dan zo'n mooi effect. Ja, dat is echt lekker. En dat is echt lekker ook nog. Ja. Ja. Maar bizar. En ook weer één zo'n heel klein druppeltje en het verschil weer tussen die twee. Mega. Ruikbaar, proefbaar. Ruikbaar. Ja. Ja. Dus, nou, op een gegeven moment weer even schoonmaken. Althans leegmaken. En dan komen wij geleidelijk bij het laatste onderdeel, zuiverwater. Wat nu? Ik heb hier een lamp. Ik ga daar stroom op zetten. Eens kijken uit, niet aan zitten. En stroom op. Wanneer ik deze in zuiver water zet, er was nog een heel klein beetje, 5-6 puntjes, zal het lampje een klein beetje gaan branden. Dit water hebben we vastgesteld, leidingwater, zit allerlei stoffen in. Oh, die brandt wel heel fel. En vandaar mijn vraag naar jouw bezoek en voor iedereen die dit gaat bekijken. Gaat er een lampje branden? Misschien nog even, als je hier met de camera wil komen, zijn er toch nog wel een paar interessante dingen. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Dus met de grootste hoeveelheid klanten. Een voormalige directrice, Lieve de Klerk, die schrijft als volgt een aantal jaren geleden. Vitens heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als drinkwaterbedrijf. Maar wij zijn er niet om milieuvervuiling weg te zuiveren. Wacht even, Lieve. Misschien een gekke vraag. Maar als jullie dan eigenlijk niet die verantwoordelijkheid hebben om milieuvervuiling weg te zuiveren? Misschien een gekke vraag. Wie doet het dan? Hele aparte uitspraak. Vervolgens, door die minuscuul kleine gaatjes van 1/1000000ste van een millimeter, wordt het water dus gezuiverd. Nou, hier kun je zien al dat soort stoffen, variërend van nikkel tot chroom en salmonel, alle mogelijke stoffen. Arsenicum, lood, gaat er allemaal uit. En deze hebben we ook zelf laten onderzoeken. De PFAS, 99,9% gaat eruit. Niet meer detecteerbaar. Ten slotte, wat hier staat, kun je hier het bewijs van zien. Dit is een bewijs van, of een analyse van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Chemisch Toxicologisch Laboratorium. Ja. Onder leiding van professor Dr. Jacob de Boer. Die is nu pas met pensioen, maar toen was het nog onder professor de Boer. En je ziet, er is water onderzocht uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Zij hebben de monsters genomen, dus wij hebben niks kunnen manipuleren. Wilden we natuurlijk ook niet. En dan zie je dat alles wat gezuiverd is door de aquapiek, daar is de PFAS niet meer detecteerbaar. Die is gewoon helemaal verdwenen. Ja. Alleen wat we niet hadden verwacht van tevoren, was dat Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht krijgen hun water, alle drie, van verschillende bronnen. Sliedrecht krijgt het water uit Lexmond, diep grondwater. Dordrecht krijgt het water met name ook uit de spaarbekkens. En Papendrecht krijgt het water uit Nieuw-Lekkerland. En wij zitten stroomafwaarts, want ik woon in Papendrecht, stroomafwaarts van Nieuw-Lekkerland. En wij hadden verreweg de hoogste hoeveelheid PFAS in het water. Er is inmiddels wel iets aan gedaan. Maar hieraan kun je dus zien de problemen die er zijn, maar met name ook
En laat ik nog even een stap terug. De problemen die er zijn. Ik roep iedereen op om elke zaterdagmorgen om 10:30 voor de poort te staan bij Gemoers. Om te protesteren tegen de lozingen van de PFAS. Want wat er niet geloosd hoeft te worden, hoef je er ook niet later uit te halen. Maar zolang het erin zit, en helaas is dat het geval, vind ik het ook heel relevant, en dat is deel van de missie, dat die rommel eruit gehaald kan worden. En dan vertel ik heel graag aan mensen, ja, met een omgekeerde osmose, met een scheidingsmembraan, wetenschappelijk bewezen, kun je voorkomen dat die PFAS in je lichaam terechtkomt. En uiteraard niet alleen de PFAS, maar ook nog die hele andere reeks van stoffen die je ook niet wil. Nee, want de PFAS is eigenlijk een verzamelnaam van al deze stoffen bij elkaar. Nee, dat niet. Nee, PFAS is wel een verzamelnaam voor een heleboel van dat soort verontreinigingen, ook zeg maar. Teflon, hè? Ja, dat soort zaken, precies. Dus dat valt er allemaal. Dat zijn duizenden stoffen die onder de PFAS vallen. Maar dit zijn allemaal nog een keer aparte stoffen, variërend van lood en fluoride en sulfaten en kalium, noem maar op. Ja, ik zie ook DDT erbij staan. Ja. Dat is polio, hè? Ja, weet je, al die stoffen die we in het verleden op de grond hebben gespoten en gedaan, die gaan op een gegeven moment wel doorzakken en dat komt in het grondwater. Ja. De problemen zullen de komende jaren echt niet minder worden. Ik vrees alleen maar meer. En wil ik levend bij Gemoers voor de poort blijven staan, moet ik wel zorgen dat ik gezond blijf. Juist. Dus ik zeg altijd, ik voer een tweesporenbeleid. Stoppen met lozen, maar zolang die rommel erin zit, zal ik ook iedereen vertellen dat er een mogelijkheid is om die rommel eruit te halen. Supermooie missie heb je. Daar ben ik elke dag heel dankbaar voor. En dan is het bewustzijn. Dankjewel. Dankjewel. Helemaal goed.